Dit is een inbraak bij een tankstation in Eersel. Het begint met de auto die hier langs rijdt. En even later weer terug. Het lijkt alsof de auto even rondrijdt om goed de omgeving te bekijken. Dan verschijnen er drie mannen in beeld. Als je de koevoet ziet, is het meteen duidelijk wat ze van plan zijn. En helemaal als er ook eentje een grote zak bij zich heeft. Met z'n drieën gaan ze naar binnen en proberen de boel open te breken. Maar ze komen van een koude kermis thuis, want alles zit zo goed dicht dat ze helemaal niks open krijgen. Jammer, maar helaas. Alleen wel heel veel schade. De politie zoekt deze drie. Weet u wie dit zouden kunnen zijn? Laat het weten. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.